In de aflevering van vanavond is te zien hoe Frans na het vieren van zijn vijftigste verjaardag een wenselijstje in elkaar aan het flansen is. Hij wil onder meer flink wat gewicht kwijt, 30 kilo, en wil daarnaast met Mariska de Italiaanse hoofdstad ook te zien was het in huis nemen van hondzaartje. Hoewel de rest van aflevering weer top was, kunnen veel kijkers niet ophouden praten over de mooie moment. Het regent dan ook reacties. Geen negatieve, want heel Nederland is dol op de baars. Het zijn te veel reacties om hier neer te zetten. Daarom hebben we voor jou een kleine selectie ge We hoeven het eigenlijk niet meer te zeggen, want we zien het al in likes op berichten over de Baars. Maar de serie is een gigantische hit. Het is eigenlijk een vervolg op de serie die 20 jaar geleden te zien was op tv. In de Baars zien we Frans, Mariska en hun kinderen. Zij delen niet alleen humor en gezelligheid met de kijkers, maar nemen je ook mee in de minder leuke momenten in het leven. Zoals het hersenvak dat Mariska twee jaar geleden kreeg. Vorige week onthulde Frans wat hij ervan zou vinden als er een vervolg zou komen op dit seizoen. Zijn reactie kun je hier lezen. De zanger vindt het allemaal enorm overweldigend en had er niet bepaald op gerekend dat het zo'n mega succes zou zijn.